Je ziet dus dat dat echt jouw beste afgelopen jaar dat dat gigantisch gegroeid is. We zijn absoluut ook aan het kijken naar nieuwe open infrastructuren om daar een stuk van ons product aan te gaan bieden. Goedemorgen, wie ben je en wat doe je? Bert Habits, CEO van RTL sinds een jaar. En vanmorgen gesproken over het nieuwe terrein kijken hier. En wat was de kern van je betoog? Nou, de kern van het betoog is dat nieuwe tv kijken dat wel heel hard gaat in het landschap van nu. Wat je ziet is dat echt heel gemist afgelopen jaar dat gigantisch gegroeid is. 91 miljoen keer keken mensen terug naar uitzendingen van RTL via het internet. Nou, dat is een gigantisch aantal en ook een gigantisch groeipercentage ten opzichte van de wereld waar we vandaan komen. En de verwachting voor dit jaar is 150 miljoen, hoorde ik je zeggen? Ja, dat heb ik inderdaad geroepen. Je ziet dat ook terug. Die groei die zet door in de eerste maanden van het jaar. En we denken daadwerkelijk dat videocontent via internet op deze manier, dat het een grote groei de komende jaren gaat vormgeven. En dat is nog maar het doorzetten van onze reguliere programma's. En daarnaast gaan we ons natuurlijk vanuit RTL ook steeds meer richten om allerlei leuke stukjes content. Ik heb er een paar laten zien vandaag, zoals achter de schermen bij de productie van Zeggen Ze Aan. En allerlei webchats die op het internet kunnen plaatsvinden om hele stukjes programmering specifiek te maken voor internet en voor nieuwe infrastructuren. RTL lijkt tot nu toe online vooral de strategie te hebben om vooral alles naar RTL.nl toe te leiden. Draaien jullie dat ook wel om en gaan jullie de consument opzoeken op sites zoals Hives en YouTube? Ja, we zijn absoluut ook aan het kijken naar nieuwe open infrastructuren om daar een stuk van ons product aan te gaan bieden. Zeker dit jaar zullen we daar proberen stappen te gaan maken. We zijn op dit moment ook met diverse partijen daarover in gesprek. Ja, maar waar stokt dat dan vooral op het businessmodel wat erachter zit? Vaak het businessmodel is in alle eerlijkheid het belangrijkste gesprek van het onderwerp. Hè. We hebben vaak als uitgangspunt, als RTL, dat we de kijker, dat wij eigenlijk op alle platformen aanwezig willen zijn waar de kijker aanwezig is. En de luisteraar en de internetgebruiker, hè. We follow our audience, is altijd het credo van RTL Groep. Dan spreekt het eigenlijk voor zich dat je eigenlijk op al die platformen ook aanwezig wil zijn. Maar dat je het vaak stokt inderdaad nog in de zoektocht naar een businessmodel die het voor beide partijen dan attractief maakt. Ja, dus een revenue share op advertentie, want het zullen altijd advertentieinkomsten waarschijnlijk zijn. Dat zou kunnen. Ik denk dat het naast advertentieinkomsten dat ook nieuwe inkomstenbronnen onderdeel van die discussie hier zouden moeten zijn. En dat is dan dat de consument betaalt, want andere vormen ken ik niet. De consument betaalt precies, of dat je inderdaad met infrastructuurhouders als de kabel en KPN dat je inkomsten gaat delen die eruit voortkomen. Over de kabel gesproken, de kabel gaat open. Gaat RTL nu ook rechtstreeks aan de consument kabel aanbieden? Nou, de kabel gaat open. Ik denk allereerst dat voordat het een feit is, dat het ook nog wel even duurt. En RTL is primair geen bedrijf die in infrastructuren zit. Dus zal zo'n vaart nog niet lopen. Dus wij blijven vooral in onze rol om die consument heel goed te blijven bedienen op alle vlakken. En nou ja, meer concurrentie voor infrastructuur is in algemeen iets wat wij wel toejuichen. Maar wat onze rol daar precies in is, daar moet ik nog maar even goed over nadenken. Dankjewel voor je reactie. Graag gedaan.